Frank, je bent judoka. Je hebt natuurlijk een heel arsenaal aan worpen die je uit kan voeren. Maar eentje is je favoriet. Ja. Welke is dat? Kozo te Kaak. Precies. Hele lastige. Die kennen we allemaal, toch? Kozo te Kaak. Nee, wat is dat precies voor worp? Ja, je kan het al heel makkelijk uitleggen. Een soort van knuffelworp. Dus ja, dat is eigenlijk de makkelijkste uitleg. Ja. Zo meteen ga je hem een beetje voordoen bij mij. Ja. Op een hele voorzichtige manier, alsjeblieft. Maar is dat een worp die je meteen de eerste partij al inzet? Of bewaar je die het liefst tot de finale? Nee. Want iedereen weet wel wat mijn beste worp is, zeg maar. Je zoekt alleen in een wedstrijd. Later in de wedstrijd ga je pas naar deze worp zoeken. Want in het begin is iedereen nog fris. En dan weten ze allemaal van, hij gaat met die worp komen. Dus dat ga je niet meteen maken. Dus je gaat eerst een beetje moe maken en dan op een gegeven moment... Een beetje aftasten en dan uiteindelijk, als ze een beetje vergeten zijn van, dat is zijn beste worp, dan doe je hem. En dan ligt ze op de grond en ik zeg, oh ja, dat was hem. Precies, dat is het idee wat je een beetje probeert te krijgen. Oké, ik heb gejudo'd een heel klein beetje. Ja. Oost-Nederlands kampioen geworden toen ik 14 was. Waarschijnlijk de rest ziek was per ongeluk. Maar ik had mijn trainer moeten zijn. Ik deed altijd mijn favoriete worp meteen. Ik denk, dat is mijn favoriete worp. Heb ik zin in. Ja, dat kan je doen, maar dan lukt hij waarschijnlijk later in de wedstrijd niet. Omdat je steeds het helpt herinneren wat eigenlijk je beste worp is. Het is een soort voetveeg, toch? Ja, een soort van. Ja, nou, laten we hem proberen. Ja, het makkelijkste is denk ik als ik jou mijn band geef. Dan kun jij mijn beste... Ja, eigenlijk had ik de bruine band. Ja, eigenlijk mag ik dat dan niet dragen. Ja, we zeggen het erbij. Alles mag. Kijk, of dat nog. Ja, het voelt meteen als vanouds. Grappig. Meestal gaat het bij ons sneller, hoor. Dus, Ja, dat begrijp ik. Oké. Okay. Nou, mijn beste worp zijn eigenlijk als ik vaak tegen linkshandige kom. Doe die dan hier op mijn rug pakken. En dan pak ik hun eigenlijk zo op de band. En dan... Niet zo bang. Rustig. Sorry. En dan pak ik ze hier vast. En dan til ik ze op. Dan gooi ik ze neer. Ja, dat zeg je nu allemaal wel heel makkelijk. Maar wat is het geheim van deze worp? Waarom is het geheim een goede worp? Deze worp. Het voordeel voor mij is dat ik lang ben, zeg maar, in mijn gewicht. Ja. Mijn gewicht zijn ze meestal ongeveer ietsje groter dan jou. Dus er komen mensen niet zo snel bij mij hier ook. Nee. Dus dan kan ik mijn worp ook minder makkelijk maken. Oké, dan maak hem nog één keer. Dan pak je onderlangs. Dan haak ik hier het been in. Wacht dat je die kant op gaat. En dan gaat hij. Dan til ik eigenlijk op. En dan gooi ik je weer neer. Ipon. Maar eigenlijk val ik er dan meestal bovenop, maar dat bespaar ik je maar. Dat is het bewaar je maar mooi voor Rio. Ja, precies. En hoe heet die nog één keer? Kozo te Kaak. Hoe heet die? Kozo te Kaak. Nou, we hebben een mooi stukje judo geleerd. Dankjewel. Ja. Super, dank je.